Beste kijkers, Turks consul-generaal roept Turkse ouders op om meer voor te lezen aan hun kinderen. Tijdens de nationale voorleesdagen geeft hij zelf het voorbeeld door voor te lezen op een basisschool. Bir varmış bir yokmuş. Çok eski zamanlarda İstanbul'da güzel mi güzel bir saray varmış. Bahçesinde renk renk karanfiller, laleler, sümbüller açar, odalarının duvarlarını çiçek resimleri süslermiş. Tijdens de nationale voorleesdagen wil de consul-generaal van Turkije, Tohan Oral, Turkse ouders stimuleren om vaker voor te lezen aan hun kinderen. Op literair basisschool De Piramide in deelgemeente Feyenoord, waar veel Turkse Nederlanders wonen, hebben de consul-generaal en bestuurder Turan Yazır samen voorgelezen uit het tweetalige boek De Reis van de Tulp. In die dagen leefde in dit paleis de Ottomaanse sultan. Buitenlanders die uit andere landen kwamen om de sultan te bezoeken, vergraapten zich aan de bloemen in de tuin van het paleis. Çocuklarımızın her iki dili de eşit seviyede, aynı güçte, aynı yetkinlikte öğrenmeye teşvik etmek. Bu da okuyarak oluyor. Okuyarak o masalları, o hikayeleri okuyarak her iki dilde de o dillerde düşünmeye, o dillerde hayal kurmaya, o dillerde rüyalar görmeye onları teşvik ediyoruz. Umarım faydalı olmuştur diye düşünüyorum ben. Feyenoord Belediye Başkan Yardımcımız Turan Yazır Bey ile beraber O Lale'nin Yolculuğu isimli kitabı hem Hollandaca hem Türkçe çocuklara okuduk. Çok güzel oldu bence. Zijn we hier blij mee? Ja! De kinderen waren aangenaam verrast met het bezoek en luisterden aandachtig naar het verhaal van de tulp. Ik vond het leuk. Wat vond je er leuk aan? Ik vond ook de tulpen leuk. En waar gaat het verhaal over? Heb je het een beetje kunnen volgen? Ja, het gaat over Nederland en Turkije en die zaadjes en tulpen en zo. Over tulpen. Ja, ja. Wat nog meer? En over het keizer. Ik weet het. En over die zaadjes van de tulpen. En over Turkije en over de tulpen. Ja. De tulpen. Die tas krijgen jullie om de beurt mee naar huis, waardoor jullie ook thuis het boekje met papa of mama kunnen lezen. Wat houdt een literaire basisschool in? Nou, het houdt in dat wij eigenlijk veel meer aandacht besteden aan lezen. Dus de kinderen leesplezier laten ervaren door heel veel activiteiten rondom boeken te doen. En waardoor de kinderen eigenlijk door lezen hun woordenschat en begrijpend lezen vergroten. Heeft deze focus te maken met het aantal allochtone kinderen op school? Dat is wel een van de redenen geweest, maar sowieso eigenlijk blijkt uit onderzoeken dat veel meer lezen, woordenschat en begrijpt lezen vergroot. Dus het zou niet alleen voor deze school hoeven te gelden. En vandaag is Turks consul-generaal geweest samen met de bestuurder van deelgemeente Feyenoord. Waarom is dit belangrijk voor de school? Kinderen kijken daar toch tegenop en zien ze toch van, hé, die meneer vindt lezen ook heel belangrijk. Die meneer geeft ook aan van lezen is goed voor je, ook in Turks lezen is goed. Het is voor kinderen, voor hun eigen waarde, voor hun leesplezier ontwikkelen heel belangrijk. Dit jaar heeft er iets leuks plaatsgevonden. De Turkse consul die heeft contact met ons opgenomen. En nou, die heeft zelf het initiatief genomen en gezegd van we willen dit graag dit jaar samen met de deelgemeente Feyenoord organiseren. En met het oog op dat op het zuidelijk deel van Rotterdam op de basisscholen heel veel Turkse leerlingen zitten en zijn. En op die manier hebben we dus eigenlijk deze bijeenkomst samen georganiseerd. In het paleis van de keizers bevond zich een tuingeleerde uit een ander land. Uit welk land? Nederland. Ja, Nederland. Deze tuingeleerde, die Clusius heette, vond de tulpen erg mooi. Ze waren prachtig. Daarvan moeten we ook mee naar Nederland nemen, dacht hij. Wat vond je ervan? Leuk. Leuk. Ja. Wat vond je er zo leuk aan? Dat Turks en Nederlands was. Ja. En vind je het een leuk boek? Ja. Wij organiseren jaarlijks ook als deelgemeente verschillende activiteiten. Als bestuurders
gaan we naar verschillende scholen toe om voor te lezen aan kinderen. Om de essentie te benadrukken van het lezen. Hè, dat is heel erg belangrijk. Dan hebben ze het thuis erover met hun ouders en dat ouders dat ook belangrijk vinden. Ik ben zelf een levend voorbeeld van tweetalig zijn. Hè. Dus ik ben van Turkse origine, maar ik ben hier geboren, getogen, opgegroeid. Dus ik ben tweetalig opgegroeid eigenlijk in dit land. En dat kan heel goed. En volgens onderzoeken blijkt dus dat eigenlijk kinderen bijna 6 talen kunnen leren tegelijkertijd. Wat vond je ervan? Leuk. En nou, omdat er hele mooie tulpen zijn. En dat in het Turks is en dat we die boeken krijgen ook op school. Ja, ga je dat thuis ook lezen dan? Ja, graag. En ga je het samen met papa en mama lezen? Misschien. Lees je veel boeken? Ja. Wat vond je ervan? Leuk. Ja, wat vond je er zo leuk aan? Van de tulpen. Wist je dat tulpen uit Turkije kwamen? Nee. Maar nu weet je. Nu wel. Ja. Wist je dat tulpen uit Turkije kwamen? Nee. En ken je de mensen die hier hebben voorgelezen? Nee. Ken je de mensen die hier vandaag hebben voorgelezen? Nee. Nee? Nee. En vind je het wel leuk dat ze hier kwamen om voor te lezen? Ja. Bent u tevreden met het resultaat? Ik ben zeer tevreden. We hebben dus voorgelezen uit een boek, hè, De Reis van de Tulp. De tulp is een bloem die beide landen, hè, zowel Nederland als Turkije, met elkaar bindt. De kinderen vonden het ontzettend spannend en leuk. En nou, ik vond het zelf ook enig om te doen. We doen heel veel aan om de ouders te stimuleren om te gaan voorlezen thuis en te lezen met hun kind. Maar ik denk dat het voor ouders, als ze zien van iemand van het Turkse consulaat komt hier, de consult komt hier voorlezen, die vindt voorlezen belangrijk, dat ook voor ouders is van, hey, ik moet ook gaan voorlezen, want die meneer die geeft ook aan dat voorlezen belangrijk is. Gel zaman git zaman, Hollanda'da yetişen lalelerin sayısı yüzleri binleri aşmış. Clusius'un ülkesine getirdiği tek bir soğanla başlayan lale sevgisi Hollanda'nın özelliği olmuş. Met dit initiatief wil de consul-generaal van Turkije het belang van lezen zowel in het Nederlands als in het Turks onderstrepen. De school krijgt het boek geschonken voor in de bibliotheek. Ook geeft hij ouders een speciale boodschap. İki dilde okumak, Türkçeyi de Hollandacayı da çok iyi bilmek bizim geleceğe yapacağımız en iyi yatırım. O yüzden ailelerimizin, velilerimizin bu konuya çok özen göstermeleri lazım. Çocukları okuldan geldikten sonra sadece doğrudan televizyonun başına gitmesinler veya ellerinde tablet bilgisayarlarla oyunlar sadece oynamasınlar. Onları da yapsınlar, bir şey demiyoruz ama bu bir dengesi olsun bunun. Yatmadan önce muhakkak çocuklarına sarılsınlar, güzel bir masal, bir hikaye okusunlar. Onlara gerçekten bunu genç yaşta, küçük yaşta aşılasınlar. Buradaki arzumuz eğitimli, iyi yerlere gelmiş, kendisini bilen, nereden geldiğini bilen nesiller yetiştirmek. Bunun da birinci yolu Türkçeyi iyi bilmekten geçiyor. Hollandaca aynı şekilde burada yaşayacakları için çok iyi bilmeleri lazım. Ama bu mümkün. Bütün bilimsel araştırmalar bunu gösteriyor. Bir çocuk her iki dilde de yetişebilir. Her iki dilde eşit seviyede öğrenerek büyüyebilir. Bunda ama dediğim gibi ailelere, velilere çok büyük görev düşüyor. (Gülüyor)